niet alle, ja, dat ze vrij laat geëindigd zijn en ook vanmorgen dus de wedstrijd hebben ingehaald. Misschien ook om een aantal van de zwemmers iets meer rust te gunnen, want zij zullen ook al tot vrij laat in de avond hier bezig zijn. Dit is nog altijd van het zwembad Parima. De 25e editie van de Goodwill Swimmer Meet 2019. Hier nog met de jongens, 30, 40 jaar in het bad, waarbij het toch wel een Trinidadiaanse aangelegenheid is. Nummer 1, nummer 2 en waarschijnlijk ook nog nummer 3. De eerste drie plaatsen in deze heat voor de zwemmers uit Trinidad en Tobago. En boom! Ja, voor Suriname geen plekje. It looked like Liam Carrington. Ja, 1, 2 en 3 voor de boys uit Trinidad en Tobago. And getting ready now, the 11 and 12 ladies. Ja, nu hebben we het onderdeel 11 en 12, 200 meter bij de meisjes. Hier op het onderdeel zie je maar twee meisjes in het water. We zien dat meisje van de Bahamas. En daar is ook het meisje van, als ik het goed heb, Frans Guyana. Ja, hier is het vrij makkelijk, hè? Als je geen eerste wordt, word je tweede. Dus je bent sowieso verzekerd van een tweede plek. Maar ja, ze zullen nu strijden om de eerste plek, maar ik zie dat de dame uit Frans-Guyana een kleine voorsprong genomen heeft. En waarschijnlijk dus gewoon de eerste plek bij haar op dit onderdeel, meisjes 11, 12 jaar, 200 meter. En stafette gewoon op haar naam zal plaatsen. And getting ready to the starting blocks. It's seat number 2, Jamaica, taking lane number 1 next with Stark Brooks. We zien dat het meisje van Frans Guyana nog steeds op de eerste plaats staat en die van Bahamas. Indraven, Jake Dink at block number 3 for Curaçao, Suriname. At block number 4, Tamis Venter. Zara Crane at block number 5 for Guyana. French Guyana at block number 6 with Naomi Hiola. Het meisje van Frans Guyana zwemt dus de laatste simmer. Ze zwemt de laatste meters en Indra van Dijk van Curaçao. Ze zal dus gewoon de tweede plek blijven behouden. Thank you.
And into the wall we go. Boom. French Guiana setting the first challenge in the ladies 11 and 12 200 meter individual medley. Of Guyana. Barbados has block number three next. Megan Cyrus. Block number four is Kaylee Jobarto of Suriname. Block number five, Maya Roberts of Trinidad and Tobago. Maiden Edwards at block number six, Trinidad and Tobago. And 3:00.092, the low bid right now, the low time overall, the time to beat at least. Ladies, heat three. Everything you can do,
Vous qui vivez des flexing, pas sûr, pas tout une physique. You n'a pas dit masse, pas qu'il tourne, Jimmy flexing est tu. N'a pas dit ça, c'est bon. You whining on the YouTube, cause you body dumb dumb. You body dumb dumb. Not looking like your mood, but pas tout une typhoon, cause you body dumb dumb. And coming up next, the 11 and 12 gentlemen, David Morris at block number one for Jamaica, Tyler Stanley for Jamaica at block number two, Curvasels, Ricardo Albert at block number three, Joshua Ross at four for Barbados, French Guiana at block number five, Amari Avanti, and Christian Kareem at block number six for French Guiana. Trinidad and Tobago going to take the tag. 249.17 is the overall low time there. And that does it for the 11 and 12 ladies. 11 and 12 gentlemen have the stage. Gentlemen, 11 and 12, heat one. I'm not the one who's running away.
Akimoto at block number one, Shelly Anderson at block number two, Caleb Ferguson at block three, Ayrton Moncur takes block number four, Katisi Mita at block number five, and Wingard at block number six getting ready to go. Oké, dan zijn we dan bij terug. Ja, het schijnt dat het schema een beetje aangepast is, waardoor we ook ons verslag moeten aanpassen, maar dat geeft niet. Want op dit moment zijn de jongens in het water. Heat 2, 11 tot 12 jaar, individuele medley. Dan in baan 1 Akimoto, baan 2 Anderson van Guyana, baan 3 Ferguson van Bahamas, Moncur van Bahamas, Kata Semita van Suriname baan 5 en Wijngaarden van Suriname in baan 6. Ja, de drie jongens van Suriname die staan ingeschreven op dit onderdeel, zwemmen alle drie in baan, in heat 2. Nee. En eens even kijken wie nu aan kop staat in deze heat. De zwemmer van Bahamas die staat aan kop. Een van de zwemmers van Suriname, die houdt hem goed bij. Dat is in baan 5, Kata Semita de Fairo. En daarnaast hebben we ook de Jamaicaan die een goede voorsprong heeft. Jael Akimoto die zwemt als vierde. Ja, de zwemmer uit Guyana. De zwemmer uit Guyana die heeft een voorsprong, gevolgd door die van Bahamas. En de Surinamer, de Fairo Kata Semita, maar die lijkt nu een voorsprong te gaan nemen op de rest. Terwijl Jael Akimoto als vijfde nu zwemt. Ja, het schijnt dat Suriname gaat voor de derde plek als we kijken naar Suriname in band 5. Ja, de Fairo Kata Semita, die zwemt op de derde plek. Nou, hij keert als eerst. Ja, hij keert als eerst en hij heeft nu een kleine voorsprong op de zwemmer uit Guyana, maar die neemt nu weer zijn voorsprong. En de zwemmer van Bahamas, die ligt ook ongeveer één slag voor op de Fairo. Zij gaan nu de sprinten naar de finish. En ik denk dat het derde plak gewoon weg is gelegd voor de Fairo. Ja, de Fairo Kata Semita gaat genoegen moeten nemen met de derde plek in zijn heat. Ja, hij tikt ook als derde.
En de Anderson uit Guyana, die eindigt op de eerste plaats. Anderson van Bahamas, die op de tweede plaats. 246, 69, now the time to be at least Caleb Ferguson from Bahamas in white. En dan moeten we nu hebben heat 3, 11-12 jaar, 200 meter individueel bij de jongens. Hier geen zwem. Hier geen zwemmer van Suriname. Dat klopt. Het wordt een aangelegenheid van Trinidad. Trinidad, Guyana en de Bahamas. Ja, dat klopt. Ja, drie zwemmers van Trinidad. Vormen al gelijk de kopgroep. En dan zien we dus de twee zwemmers van Guyana en eentje van de Bahamas. We zien dat de zwemmer van Guyana die probeert toch wel de zwemmers uit Trinidad en Tobago een beetje moeilijk te maken. En het lukt hem eigenlijk heel aardig, want ja. Hij zwemt nu als tweede. Ja, hij zwemt als tweede. Ja. Hij heeft nog maar één Trinidadiaan voor zich. Ja, hij tikt ook als tweede. Hij gaat als tweede keren en hij gaat naar de finish. Nou, dat wordt een mooie race. Guyana tegen Trinidad. Met een kleine voorsprong voor de zwemmer uit Guyana. Ja, de zwemmer van Guyana heeft de voorsprong op de twee andere zwemmers uit Trinidad. En zoals het er nu uitziet, gaat hij gewoon echt als tweede aan. Ja, die van Guyana, Gonsalves van Guyana, die eindigt hier op de eerste plaats. En Elliot Gonsalves van Guyana eindigt op de eerste plaats. Hij zwom overigens ook in baan 1. En Shade Vermeulen at block number 4 getting ready to go for the 13 and 14 ladies. 200 individual medley. Ja, we gaan naar de meisjes 13, 14. Ja, 200 meter. Zal in baan 3 uitkomen. Chinta Chundro. Ze neemt het op tegen Shade Vermeulen van Curaçao. En in baan 4 Giselle Green van Guyana. Ja. En ze gaan in het water. De zwemmer van Guyana die neemt een voorsprong. Ja, onze zwemmer uit Suriname, die is nu op plekje 3. Ja,
die zwemt als derde. Ze gaan voor hun eerste keerpunt. Ze gaan hier wisselen en rugslag zwemmen. Ja, de zwemmer van Guyana mag beginnen met haar rugslag. Chinta Chundro die gaat inderdaad als derde van de muur. We zien dat de gezellen uit Guyana nog steeds de koppositie heeft. Ja, de Surinamer Chinta Chundro die zwemt nu als tweede. En Chinta die gaat nu voor de eerste plek in de heat. De Guyanese heeft nog maar een kleine voorsprong op Chinta Chundro. Ze gaan beide richting de muur voor een keerpunt om de wissel te doen. Om de borstcrawl vrije slag te gaan zwemmen. Het ziet er naar uit dat twee zwemmers van Trinidad zijn gedisqualificeerd. Ja, event 40, heat 3, baan 1 en baan 5. Dat zijn beide zwemmers van Trinidad. We moeten nog het officieel rapport zien. Chinta Chundro die eindigt op de tweede plaats. De Guyanese die nam halverwege toch haar voorsprong. En eindigde op de eerste plaats. En Chinta die moest genoeg nemen met de tweede plek in haar heat. En dan gaan we naar de meisjes. 13, 14 jaar. Heat 2. Ja. Rachel Muller van Suriname in baan 1. De Fares van Suriname baan 2. Rihanna van Jamaica in baan 3. Melin Moses van Trinidad en Tobago, baan 4. En Amber van Guyana in 5. Nikita Peters van Guyana in baan 6. Ja, het zijn dus Rachel en Sofanya die in baan 1 en baan 2 het voor Suriname gaan moeten doen. En de meisjes in het water. Sofanya die zwemt aan kop. Ja, ze zwemt aan kop. Ze heeft een hele kleine voorsprong op de rest. De zwemmer uit Jamaica en die uit Trinidad, die houden haar goed op de hielen. Ja, maar Sofanya die gaat als eerste keren. Ja, ze keert als eerst. Bijna gelijktijdig met de zwemmer uit Trinidad. Ze hebben allemaal gewisseld en zwemmen nu dus rugslag. De zwemmer van Trinidad die neemt hierbij een kleine voorsprong. Terwijl Sofanya tweede zwemt. Rachel Muller die zwemt op de vijfde plaats. De meisjes gaan weer wisselen. De zwemmer van Trinidad die mag als eerst wisselen. Zij gaat nu dus de schoolslag zwemmen. Sofanya die keer bijna gelijktijdig met de zwemmer uit Jamaica om de schoolslag te gaan zwemmen. De zwemmer van Trinidad die heeft nu een voorsprong.
Stefania, en de race met de zwemmer uit Jamaica. Ja, ze zwemmen bijna gelijktijdig. Ja, we zien dat een zwemmer uit Frans-Guyana, een zwemmer uit Guyana en een zwemmer van Trinidad bij de jongens 11-12 200 meter IM zijn gedisqualificeerd. De zwemmer van Jamaica heeft de voorsprong genomen en gaat als eerste eindigen. De zwemmer van Trinidad eindigt als tweede en Sofania de Vares van Suriname die eindigt als op de derde. En dan gaan we naar heat 3. Waar we zien één dame uit Trinidad, Jamaica, twee uit Trinidad, twee uit Jamaica en twee uit de Bahamas. Suriname er niet bij in heat 3. And it looks like 252 Nou, we zien in baan 6. En dan ziet er dat in baan 6. De dame uit Jamaica. Hier de zaak gaat winnen. 13-14 meisjes, 200 meter. Ja, ze tikt aan als eerste. And again, we have to have a referee's report. I am not official, believe it or not. I'm not. I see it as you see it.
Getting ready at the starting block, Suriname chair, Sylvester, Jair Sylvester at block number one. Oh, we gaan naar de jongens, 200 meter. Heat 1, Jair Sylvester, Reine Holder van Curaçao, Stefan van Guyana, Daniel Guyana en Maduro Safir van Curaçao. Dan heb ik het over de jongens 13, 14 jaar, 200 meter individuele medley. Ja, klopt. Jair gaat het dus voor Suriname moeten doen in baan 1. En de jongens zijn dan in het water met hier in beeld Jair Sylvester. Ja, hij zwemt in positie 5, denk ik. Hè? Ja, hij zwemt momenteel in positie 5. De zwemmer van Bahamas, die heeft een voorsprong. Vester die blijft in positie 5. Terwijl de zwemmer van de Bahamas een kleine voorsprong heeft op de rest. Shannon McDonald at block number 5 for Suriname and Bahamas. Rhonda Williams at block number 6 getting ready. De zwemmer van Bahamas die heeft nu gewoon echt een comfortabele voorsprong. De zwemmer van Curaçao, Maduro, die zwemt op de tweede plaats. Hij wordt ingehaald door de zwemmer uit Guyana. Die zwemt nu tweede. Jair Sylvester van Suriname, die moet nog genoegen nemen met de vijfde plaats. De zwemmer van Bahamas die gaat de laatste 50 meters afleggen bij deze 200 meter IM, waarbij hij de vrije slag zwemt. En hij wordt gevolgd door een zwemmer uit Guyana. Ja, door twee zwemmers uit Guyana. Eén in baan 5 en één in baan 2. Jair Sylvester voor Suriname in baan 1 zwemt op de vijfde plaats. Ja, de zwemmer uit de Bahamas die tikt hier als eerste. En Jair Sylvester die eindigt op dit onderdeel op de vijfde plaats. En 243-22. In lane number 4, our first challenge. Christian Carey, the Bahamas. Gentlemen, heat 2. Dat moet Suriname ook in. En zij het schema niet veranderd is. Want... Hij zwemt in baan 5. Shimaro McDonald. Hij zwemt nu in baan 5. Klopt, hij zwemt in baan 5. Yeah.
Disqualification report, event 42, heat 3, lane 6. Disqualification report, event 42, heat 3, lane 6. Ja, zoals het er nu uitziet is bij de meisjes 13, 14 jaar, 200 meter individuele medley, individuele wisselslag. De zwemmer uit Jamaica, gedisqualificeerd. Shimaro Makdonald van Suriname, die zwemt als tweede nu. Ray and Holder at block number 4 for Kurosawa, Thomas, Misami Boslin, Deshaun Daniel at block number 6, Trinidad and Tobago. Shimaro Makdonald die zwemt op de tweede plaats, maar zoals het er nu uitziet neemt hij een kleine voorsprong. Nee, hij raakt weer achter. Maar hij zwemt gewoon richting de tweede plaats. Ja, hij zwemt comfortabel op de tweede plaats. De zwemmer uit Jamaica, die zitten wel goed op de hele. Terwijl de zwemmer uit Trinidad en Tobago dan ja, gaat en voor ook de zwemmer van Jamaica, die zwemt hem voorbij. Ja, hij eindigt als derde in als deze derde. Dat is Shimaro Makdonald. Makdonald die eindigt dus op de derde plaats in deze heat. 234-36. The new low time. Jaden Gooswit van Suriname, die gaat nu in baan 1 het moeten doen voor Suriname. Jaden Gooswit, hij staat in baan 1. Gooswit die wisselt als vierde. The ladies 15 to 17 getting ready to go. Amanda Gluck at block number 2 for Jamaica. Guyana's Donna Carter at block number 3. And Jamaica getting block number 4, Deanna Norris. De zwemmer van Curaçao die keert als eerste. Jaden is inmiddels een beetje achtergeraakt. Ja, is achtergeraakt. En het ziet er niet naar uit dat hij in de top 3 is. Nee, hij zwemt nu als vijfde. Ja, de zwemmer uit de Bahamas die gaat... Die tikt als eerste. Nee, dat is de zwemmer uit Curaçao. In Curaçao? Ja, okay. Is de zwemmer uit Curaçao die als eerste tikt, gevolgd door de zwemmer uit Trinidad. Het is de zwemmer Holder van Curaçao die als eerste tikt. 28-7-7 was that first tag in, taking the big win. It looks like again we have to have the referees report.
And getting ready next, the 15 to 17 ladies. After the 15 to 17 gentlemen's 200 IM, I believe we're taking a lunch break at that point. Ladies, 15 to 17, heat one. Meisjes 15, 17 jaar, 200 meter individuele medley. Die zijn dus nu in het water. Ik zie twee dames, twee meisjes uit Jamaica en één Guyana. Voor het tweede heat zie ik dat de drie Surinaamse meisjes die staan ingeschreven op dit nummer zich klaarmaken. Shazli Balai, Serena Starke en Emily Sastrum-Domo. Het is de bedoeling, als ik zo naar ze kijk, dat ze gaan voor de eerste, tweede en de derde plek. Shazli Balai die zwemt in baan 2, in baan 3 Serena Starke en in baan 4 Emily Sastrum-Domo. En ze gaan het opnemen tegen Aiden Evans van Trinidad en Tobago in baan 1. Tegen Sue Albin Comer van Frans Guyana in baan 5. En in baan 6 Latisha Blair van Guyana. En they are the deciding heat of the 15 to 17 ladies. Shazli Balai, Serena Starke, Emily Sastrum-Domo gaan het nu doen voor Suriname in baan 2, 3 en baan 4. Goed, de meisjes maken zich dus gereed. Het zou heel mooi zijn als de meisjes de eerste, tweede en de derde plek weten te bemachtigen. En go! Ja, even kijken wie alvast de kleine voorsprong hier. Serena Starke die heeft een voorsprong. Ja, de drie Surinaamse meisjes die zwemmen inderdaad aan kop. De zwemmer van Trinidad die houdt Shazli Balai wel heel goed bij. De zwemmer in baan 1 van Trinidad en Tobago. Serena Starke van Suriname keert als eerste. Emily Sastrum-Domo als tweede. De zwemmer uit Trinidad die keert als derde. Shazli Balai van Suriname die is als vierde gekeerd.
staat op de eerste positie. Serena Starke die heeft gewoon de eerste positie. De zwemmer uit Trinidad die neemt nu de tweede positie. Terwijl Shasni Balai nu op de derde plek zwemt en Emily Sastrowitomo op de vierde plaats. Serena Starke gaat als eerst wisselen. Ze wisselt en gaat beginnen met het zwemmen van schoolslag. Dat is Serena Starke. Emily Sastrowitomo keerde als tweede, gevolgd door Shasni Balai. De Surinaamse meisjes die zwemmen dus nu met z'n drieën aan kop. Ja, het Surinaamse team die zwemt samen aan kop. Serena Starke die leidt de twee andere Surinamers, Shasni Balai en Emily Sastrowitomo, naar het keerpunt. Het wordt wel een hele mooie strijd tussen Shasni Balai van Suriname en Emily Sastrowitomo van Suriname. Terwijl Serena Starke die leidt. Zij gaat nu wisselen en mag beginnen met de vrije slag. Ja, Emily Sastrowitomo die keert als tweede. Shasni Balai die keert als derde. De Surinaamse meisjes gaan voor de eerste en de tweede en de derde plek. Zoals het nu uitziet zijn ze niet meer te stoppen. En is dit echt wat het gaat worden. En wordt het een mooie clean sweep voor Suriname. Serena Starke op de eerste plaats. Emily Sastrowitomo op de tweede plaats. En Shasni Balai op de derde plaats. En into the wall with heat number 2. 245 and some change. Ja, onze meisjes die eindigen dus 1, 2 en 3, waarbij Serena Starke op de eerste plaats eindigt. Emily Sastrowitomo op de tweede plaats en Shasni Balai op de derde plaats. And that was Serena Starke and Suriname. Getting ready now, the gentlemen, 15 to 17. After the gentlemen, it is lunchtime. If you're not already out to lunch, it's going to be time to go there. Jonathan Sukram at block number 2. Rashida Young at block number 3. And at block number 4, Philip Brandon. Heat 1. Oké, met de laatste heat dat we in beeld hebben gebracht, want de wedstrijden gaan verder door. Maar het was een mooie afsluiting, 1, 2 en 3 voor ons, met de meisjes. Nou, we vonden het in elk geval heel fijn om ook vanaf vanmorgen zo rond 9 uur bij u in de huiskamer te zijn geweest met de 25e editie van de Goodwill Swim Meet. En ook vandaag hadden we weer assistentie van mevrouw Landsberg. En ik zag u duidelijk ook vanmorgen weer kraken voor uw dochter. Ja, natuurlijk. Ik heb heel enorm gekraakt. En ik denk dat de meisjes hun uiterste best hebben gedaan. En ik ben gewoon super tevreden. Eigenlijk is het wel nog goed dat we niet vergeten dat Suriname na één dag op de tweede plaats staat. Trinidad op de eerste plaats en Jamaica op de derde plaats. Misschien kun je dat even snel nog met ons doornemen. Ja, dus voorlopige stand dan. Ja, na één dag zwemmen staat Sint Lucia op de negende plaats. Curaçao die staat op nummer 8. Op de zevende plek staat Barbados. Frans-Guyana op de zesde plek. Bahamas die staat nummer 5. Guyana staat nummer 4. Jamaica nummer 3. Suriname die staat op de tweede plek. En Trinidad die staat vooralsnog op nummer 1. We zijn benieuwd aan het eind van vandaag wat de stand zal zijn. Goed, dat was het. Emmanuel Redmond samen met mevrouw Landsberg die me vandaag assisteerde. En dan zijn we er morgenochtend zo rond 9 uur weer bij terug. Dat is de laatste dag van de 25e Goodwill Swim Meet. En u blijft kijken natuurlijk naar de STVS op 8.2. En niet te vergeten, gaat u naar onze website www.stvs.sr. Livestream en dan krijgt u ook natuurlijk de beelden te zien van de Goodwill Swim Meet. U blijft kijken naar 8.2, want om 2 uur hebben we de exclusieve beelden vanuit Spanje. Met de wedstrijd Real Madrid tegen Celta de Vigo. Barcelona heeft gisteren verloren. En
waarschijnlijk volgt Real Madrid als tweede. Maar goed, dat zien we straks om 2:00. Goeiedag en tot morgen. Later op het stuur meer, hè? Oké. Okay. Ja, zeker. Tank zal go further. Tot 10 kilometer meer op een volle tank.